De leden van het Korps Politie Suriname, KPS, aangesloten bij de Surinaamse Politiebond, SPB, zijn boos omdat hun lonen nog steeds niet verhoogd kunnen worden. Veel politiemannen verrichten extra werk om het tekort aan financiën te compenseren. Dit zegt de woordvoerder van de SPB, Rivelino Eijk, tegenover de media. De bond verwacht donderdag aanstaande met minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie om de tafel te gaan om over het wensenpakket of herwaarderingsplan te praten. Eijk herinnert eraan dat de algemene ledenvergadering in maart had besloten geen uitstel meer aan de regering te geven, omdat die genoeg tijd heeft gehad om het wensenpakket te bestuderen en uit te voeren. Politieagenten zijn volgens hem erg ondergewaardeerd. Een politieambtenaar ontvangt gemiddeld 1800 SRD. Eijk zegt verder dat bij het herwaarderingsplan het niet alleen over loonsverhoging gaat, maar ook over bevorderingen en kleding waarop de politiemensen recht hebben. SPB-woordvoerder zegt dat zij vroeger jaarlijks 2 hemden en 2 broeken en een paar schoenen kregen. Maar nu is dat niet meer het geval. De onderhandeling over het wensenpakket of herwaarderingsplan van Surinaamse Politiebond SPB vindt deze week plaats.